Zijn de weergoden ons goed gezind vandaag? Dat is de vraag. Welkom bij de race recap van Solar Challenge Marokko, etappe 3. Na gisteren is onze achterstand op de nummer 1 gekrompen tot maar 11 minuten, maar onze voorsprong op de nummer 3 gegroeid naar 1 uur en 20 minuten bijna. Of dat vandaag zo gaat blijven is de vraag, want het weer kan flink omslaan richting het einde van de etappe. Spannend gaat het zeker worden. Oebele, vandaag wordt een interessante dag wat het weer betreft. Hoe pak je zoiets aan? Wat je probeert is, in het geval dat je wolken hebt en daarna beter weer, dan probeer je sneller te rijden om onder de wolken langs te komen. En daarna wil je langzamer rijden om langer in de zon te blijven. Iedereen moet dat risico nemen en ik heb er vertrouwen in dat wij goed om kunnen gaan met deze risico's. Dus dat wij er in ieder geval even goed of beter uitkomen dan andere teams. Stijn Luis, je hebt net een hele stint in onze auto gereden. Er zijn wel een paar dorpjes tegengekomen, zag ik onderweg. Hoe is het om nou in de drukte van zo'n, een beetje de chaos van zo'n dorpje te rijden? Ja, dorpjes zijn altijd wel wat spannender dan de andere stukken. Er is meer verkeer, maar dankzij je escort ga je er gewoon prima doorheen, dus geen enkel probleem. Vertrouwen voor vandaag? Ja, de auto die rijdt echt top, gaat fantastisch. Dus ja, vertrouwen is hoog, we gaan een hoop tijd goed maken. We staan op dit moment op nummer 1 in het klassement en zijn vandaag uitgelopen op nummer 2, Agoria. Uit! Marijn, dit jaar ga je mee als weerman. Hoe had je het weer vandaag voorspeld en hoe is het uiteindelijk geworden? De modellen zagen er voor eind van de middag iets negatiever uit. We hadden iets meer bewolking verwacht en misschien zelfs een beetje regen. Maar uiteindelijk blijkt het, als we hier naar het zonnetje kijken, best wel mee te vallen. Dus dat is mooi. We hebben net nog bij het statisch laden nog 9 minuten een mooie vol zonnetje kunnen meepakken. Net geluk met geen wolkje er voorbij. Dus straks lekker eten, alles opruimen en dan op tijd slapen. En dan gaan we morgen er tegenaan. De weergoden waren ons inderdaad goed gezind vandaag. En dat heeft ons in staat gesteld om onze achterstand op Agoria Solar Team op te zetten in een voorsprong. Dat betekent dat we niet alleen deze etappe hebben gewonnen, maar momenteel ook aan kop gaan in het algemeen klassement. En dat geeft ons een perfecte start voor morgen aan etappe 4. Wat ons betreft kon het bijna niet beter vandaag. Bedankt voor het kijken en tot morgen!